Afgelopen zomer zat ik te chatten en toen verschenen er plotseling twee zwarte pieten op mijn beeldscherm. Ze wilden dingen weten over jullie, over de kinderen in Nederland. Wat er in is en zo. Nou, ik heb toen tegen ze gezegd dat ik ze alleen wilde helpen als ik meer over Sinterklaas te weten zou komen. Ik heb toen met ze afgesproken en dat was super spannend. Ik kreeg bijzonder beeldmateriaal van ze. Filmpjes van Sinterklaas bij de kapper en zelfs bij de dokter. Maar dat was nog niet alles. Ik kreeg zelfs het adres en het telefoonnummer van Sinterklaas in Spanje. Toen heb ik mijn koffers gepakt en ik ben naar Spanje toe gegaan om daar een televisieserie te maken over Sinterklaas. Zwaar koffer. Hier, geef me tas. Jo. Dankjewel. Hey, hoe laat mochten we eigenlijk langskomen van Sinterklaas? Moeten we heel erg opschieten? Je hebt Sinterklaas toch al wel gesproken, Vivienne? Weet hij wel dat we hier in Spanje zijn, of niet? Nou... We zijn hier om een televisieserie over Sinterklaas te maken. En jij hebt hem nog niet eens gevraagd of hij mee wil werken? Nee, maar dat is toch niet zo heel erg. Ik bedoel, we bellen hem gewoon dadelijk op en dan is hij vast hartstikke enthousiast. En als ik dan zeg dat wij hier al zijn, nou, dan gaat hij echt geen nee meer zeggen. Echt niet. Ja, ja. Nou, ik weet het niet. Ik ga hem nu bellen. Tess. Nou. Daar gaat hij. Met Sinterklaas. Hallo, met Vivienne. Ik dacht, ik word in de maling genomen. Een giebelend meisje dat mij opbelt om een televisieserie over mij te maken. Ik dacht, dat is natuurlijk een grap, hè? En ik heb ook ferm nee gezegd. Gewoon nee. Wat bedoel je, hij wil niet? Precies zoals ik het zeg, hij wil niet. We moeten nu alleen iets bedenken waardoor hij gewoon niet nee kan zeggen. Nou, je hebt ook niet echt je best gedaan om hem over te halen. Hoe lang heb ik hem aan de telefoon gehad? 1,5 uur. Nou, denk je dan niet dat ik in die 1,5 uur niet onwijs mijn best heb gedaan om hem over te halen om mee te werken aan deze serie? Je stond 1,5 uur alleen maar te giebelen. Ik heb je geen zinnig woord horen zeggen. Ja, hallo, dat is toch Sinterklaas? Ik sta hier voor het hek van het huis van Sinterklaas. En omdat het over de telefoon dus niet helemaal gelukt is, heb ik besloten om het hem persoonlijk te gaan vragen. Dus ik ga nu aanbellen en dan aan hem vragen of hij mee wil werken aan onze tv-serie. Nou, ga je nog aanbellen? Oh, sorry hoor, het is Sinterklaas. Wie is daar? Sinterklaas? Ik ben Vivienne. Hallo? Vivienne, doe even normaal. Sinterklaas is ook gewoon een mens. Ja, dat weet ik. Ik ben zenuwachtig. Ik weet toch helemaal niet hoe ik me moet gedragen. Nou, doe maar gewoon. Kijk eens. Sinterklaasje, kom maar binnen met je. Buiten, bedoel ik, buiten. Dankjewel, kindje. Zeg, vertel eens, waar komen jullie nou precies voor? Nou... Het leek mij heel erg leuk om voor Nickelodeon een serie te maken over hoe u leeft hier in Spanje. Een televisieserie? Ja, een televisieserie. Oh, absoluut niet. Maar denkt u niet dat dat juist heel interessant is voor de kinderen? Geen denk aan. Maar bent u dat niet een beetje verplicht, vindt u zelf? Geen haar op mijn hoofd. Nou ja, het leek me gewoon ook handig voor uzelf, omdat de kerstman tegenwoordig zoveel populairder is dan het Sinterklaasfeest.
maar... We doen het. Ja, waar is de camera? Begin maar vast met draaien. Ja. Oh, mijn... Die serie die moet er komen. Ik ben dat verplicht aan de Nederlandse kinderen. En het is ook heel interessant voor ze. Ik heb één ding afgesproken met Vivienne. Ik heb tegen haar gezegd, wat er ook gebeurt, ons werk mag er niet onder lijden. Nooit. Anders dan stoppen we met die documentaire. Sinterklaas. Ja? Wat heb ik nou gehoord? Ze gaan van nu een televisieprogramma maken, hè? Dat klopt, ja. Ik zat te denken, misschien het wijs als ik u gewoon wat nieuwe skills leer. En wat bedoel je daarmee, Hip Piet? Van die oude wedstrijd af. Zo, gasten. Ik ben Hip Piet. En sommige mensen korten het af, ja, naar Hip Piet. Ik weet ook niet waarom. Waarschijnlijk omdat het een beetje te lang is. Maar ja, een mattie van me, die heet gewoon Inpak Papier Uitpak Piet. En die naam veranderen ze nooit. Dat is ook gewoon Inpak Papier Uitpak Piet. En een andere mattie van me, Stoomboot Aanleg Stijger in de Verfzet Piet, heet ook gewoon Stoomboot Aanleg Stijger in de Verfzet Piet. Dat is echt zwaar arilex dat ze nu in één keer mij Hip Piet noemen. Terwijl het gewoon Hippe Piet is. Snap je? We zeggen dus niet wat leuk, nee. Maar we zeggen chill. Chill. En we zeggen ook niet wat leuk voor je, maar we zeggen vet, dope of lauw. Lauw. En je vrienden, dat zijn dus je homies of je matties. Mm-hmm. En als je iets gewoon heel erg vervelend vindt, dan zeg je ik vind het vet arilaxed. Snapt u? Arilaxed, ja. Dus als ik het goed begrijp, dan vraag ik aan de kinderen niet meer ben je blij met dit skateboard. Maar dan zeg ik dit skateboard, dit vette skateboard is dope. Precies. Je kunt er lauwe trucs op doen. En of vinden je matties dan arilaxed? Zeker. Als u populairder wil worden dan de kerstman, moet u hier aan werken. Echt waar? Ait. Ik weet het niet hoor. Het allemaal dat bling bling gedoe en ik geloof niet dat we dit moeten doen, toch? Dat ik nee. Nou, Sinterklaas gaat me dus zo bellen om te zeggen wat we morgen gaan filmen. En oh ja, ik ben een Nederlands gezin tegengekomen uit Vlaardingen. Die zijn hier op vakantie. Ze hebben een zoontje, Niels, 8 jaar. En ik heb met hem afgesproken dat ik hem het bandje ga geven van de eerste aflevering. Zodat hij dat kan gaan bekijken en kan vertellen wat hij ervan vindt. Dat is een goed idee, toch? Waarvan vindt? Van de aflevering. Waarom? Om te zeggen of hij dat leuk vindt. Hoezo? Hij is de doelgroep. Doelgroep? Ja. Hoe kan je nou in je eentje een groep zijn? Je begrijpt... Nou ja, laat maar. Het is Sinterklaas. Hallo met Vivienne. Sinterklaas heeft echt meer toegezegd dan ik ooit had durven hopen. We mogen bij hem thuis filmen. We mogen op de werkplek van de Pieten filmen. En dan heb ik het over de loodsen waar de pakjes allemaal worden ingepakt. De pepernotenfabriek, de chocoladeopslag. Dat zijn allemaal plekken waar wij binnenkort mogen gaan filmen. En we mogen ook alle Pieten interviewen. Ik ben nu al zenuwachtig. Ik vind het echt helemaal te gek. Wow! Vandaag is het de allereerste officiële filmdag. Ben jij een beetje zenuwachtig? Jawel. Is dat mijn camera? Ja, hier. Dankjewel. Vandaag gaat hij, de cameraman dus, de Pieten interviewen. En ik heb een afspraak met Sinterklaas om te gaan filmen bij de grote loods. En dat moet ik dus zelf doen. Even kijken of hij doet. Het rode knopje, Vivienne. Oh ja, hallo. Veel succes. Ja, jij ook, hè? Dank je. Wat is dat voor een cameraatje? Oh, dit is mijn eigen cameraatje. Ik film vandaag zelf, want mijn cameraman die is al interviews aan het opnemen met wat Pieten. Dus ik moet het zelf doen. Maar even kijken. Ja, hij staat nu aan. Goed. We staan hier voor de grote loods waar we de taken gaan verdelen. Alle Pieten staan te popelen om te horen wat we dit jaar gaan doen. En ik ga dat nu bekendmaken. En het is voor mij ook altijd een spannend moment hoor. Nou. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Nou. Hey. Hallo. Hadden ze er al moeten zijn dan? Normaal liggen ze de avond tevoren klaar in hun slaapzak om vooraan te kunnen staan. Waar zouden ze toch kunnen zijn? Oké. Nou, hoeveel Pieten komen er? We zijn hier allemaal. Wat? Allemaal? Ja, we willen allemaal graag meedoen aan de documentaire, maar... U kunt het best met ons beginnen, want wij zijn de belangrijkste Pieten. Ja, zo niet de allerbelangrijkste. Ja. Oké, nou, laten we maar snel beginnen dan. Ja. Goed, waar waren we? Oh ja, de allerbelangrijkste Pieten. Nou, dat zijn wij dus. Ja,
Kijk, niet dat we daar nou heel erg over opscheppen of zo, maar ja, we zijn gewoon de belangrijkste pieten. Ja, ik zou niet willen zeggen onmisbaar, maar... Dat zijn we wel. Ja. Zonder ons wordt het niks. Nada, noppes. Nep. Nep? Jep. Maar goed, we zijn heel gewoon gebleven, hoor. Ja, meestal wel. Ja, meestal wel, maar soms ook niet. Hè? Soms doen we heel raar. Zie je wel? Zie je, heel raar. Nou, die pieten zullen nog wel druk zijn met inpakken, hè? Hier is de inpakafdeling. We gaan ze even halen. Hier is al een enorme bedrijvigheid. Hier worden de pakjes ingepakt. Nou ja, zeg. Maar wat is dit nu? Waar zijn ze nou weer? En Pietje precies is ook al niet op kantoor. Waar is iedereen toch? Wat vreemd. Wat Wiert, moet ik zeggen. Wat? Wiert? Dat is het. Gasten, schuif even, want ik heb nog wat dopelerics aan die gast met zijn kijken te pasen. Oh, schuif even. Ja. Wij zijn wel de belangrijkste Pieter van Sinterklaas. Hoor. De allerbelangrijkste. Waar hij is, daar zijn wij ook. Hé, wat heeft dit te betekenen? Zie je wel? Dit is niet acceptabel. Oh, Sinterklaas, wat heb je nou geleerd? Oh ja, wat een vage toestand. Ah, relaxed en helemaal niet vet. Wat een lauwe bedoeling, hè. Jullie moeten werken. Doekoes halen. He, maar jullie denken allemaal later. Hoe lelijk is dit? Precies. Uit Sinterklaas, dope shit. Ze stonden allemaal in de rij voor een interview. Er was geen enkele Piet naar mij toegekomen. Ik heb meteen tegen Vivienne gezegd dat ze die hele televisieserie in de... Nou ja, ik heb gezegd, we stoppen ermee. Jammer de bammer. Helaas pindaspeculaas. We houden hier echt enorm van. Ik vind het echt heel irritant. We gaan gewoon zonder beeldmateriaal naar huis. Ah, joh, we hebben toch een paar shots van Sinterklaas en je hebt hem ontmoet. Dat is toch ook leuk? Ja, dat is heel leuk. Ik heb dat beeldmateriaal toch weggegeven? Weggegeven? Aan wie? Aan dat jongetje, die Nielsje. Ik had toch gezegd dat we Sinterklaas gingen filmen? Ik had hem dat bandje beloofd, dus ik heb het aan hem gegeven. Wat had ik dan moeten doen? Je had het zelf moeten houden natuurlijk. Je kunt toch niet zomaar alles weggeven? Je bent Sinterklaas niet. Ah, heel grappig. Doe ook even wat anders. Ja. Jongen, zeg. Ben ik dom. Sinterklaas zal wel denken. Nou, die Vivienne. Je hoeft het jezelf niet zo kwalijk te nemen. Je hebt alles gedaan. Sommige dingen lukken gewoon niet. Je hebt je excuses toch aangeboden? Wat? Je hebt toch wel iets van sorry gezegd, mag ik hopen? Nee, dit meen je niet. Ik hoop dat je een grapje maakt. Je hebt geen sorry gezegd tegen Sinterklaas. Dat kan je niet maken. Vivienne. We moeten terug. Ja, we moeten terug. Ik moet naar hem toe. Vivienne, ik ben blij dat het je spijt. Het is mooi dat je je excuses aanbiedt, maar nee is nee. En ik heb nu ook geen tijd. Ik moet naar de Pietervakbond. De laatste onderhandelingen moeten worden afgerond. U gaat op de mountainbike. Ja, vind je het gek? Alle auto's zijn verhuurd. Sinterklaas, ja. Sorry, maar wilt u er niet alsjeblieft nog één keer over nadenken? Geef ons nog een kans, please. Echt, we zullen niemand in de weg lopen. Iedereen komt zijn afspraken na en niemand zal meer iets missen, dat beloof ik. Vivienne, die camera leidt mijn pieten af. Ze komen hun afspraken niet na. Ze doen hun werk niet goed. Het spijt me, mijn besluit staat vast. Ik moet nu gaan. Oh nee, lekker band. Alle lieve en stoute kinders, nog alle lauwheid op hun stokje, matig, lelijk, alles bij elkaar. Als ik nee zeg, dan is het ook nee en dan blijft het nee. Koffie, Sinterklaas? Nee. Ach, doe trouwens toch maar. Maar goed, anders gaan we nu een documentaire over de kerstman maken of zo. Met Vivienne? Nee, natuurlijk. Dat is goed, we komen er nu aan. Oké, dag. Sinterklaas wil dat we nu bij hem langskomen, want hij wil met ons praten. Nou, dan gaan we toch gewoon weer terug. Vivienne? Ja, hallo. Ja, ik kom binnen. Oh,
En toen mochten we toch ineens weer wel die televisieserie maken. Ik heb geen idee waarom. Tja, waarom wel een televisieserie? Wat maakt het uit? We gaan het doen, daar gaat het om. We mogen het eigenlijk niet vertellen. Huh? Nee. Nou ja. Speel maar. Sinterklaas had een lekker band. En toen is hij gaan lopen. Hij had een afspraak met de Pietenvakbond. Dus ja. Onderwijl kwam hij een jongetje tegen van een jaar of 7. Dat was Niels, toch? Ja, dat was Niels uit Vlaardingen. Dat bleek later. Ja, want we hebben het even nagezocht in het grote boek. Ja, hij had beelden gezien van Vivienne. Ja. En toen had hij gezegd, Sinterklaas, ik vind u vet cooler dan de kerstman. Vet cooler? Vet cooler. En dat heeft ervoor gezorgd dat Sinterklaas alsnog toch gefilmd wilde worden. Ja. En dit dan, Sinterklaas, is echt zo 2005. U moet een beetje naar die hiphoppers kijken. Waarom doet u dat, Sinterklaas? Dat is hip. We gaan de serie maken, we gaan de serie maken, we gaan de serie maken. Sinterklaas. Hallo, Sinterklaas. Nee, ik heb er echt onwijs veel zin in. Ja, oh, Sinterklaas, ik had alleen één vraagje. Zou je in het vervolg uw mijter gewoon recht op uw hoofd willen zetten? Ja, en ook niet al te vaak woorden als lauw en vet en dat soort dingen gebruiken. Nee, 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 dat geeft helemaal niks. Nee, het is alleen meer dat wij willen graag echt Sinterklaas zien en niet iemand die een beetje hip en raar gaat doen omdat er een camera op hem staat. Hallo? Hij heeft opgehangen. Ik weet niet, maar hij is wel laat. Zou hij nog wel komen? Dan komt hij ook nog heel langzaam aan. Joh, die heeft geen idee dat wij zo lang hebben zitten wachten. Maar, Ja? Hoe zit dat precies tussen u en de kerstman? De kerstman? Die ken ik niet. Dit is een ramp! Otro dormitorio alla sorry marinero porchisere porchisere. Vamos a la playa, sì? Laat me maar even alleen. Nee, ja, dat is... Je kunt me nu toch niet helpen.